voorzitter van de OR en later voorzitter van de BLG. In een bedrijf wat hier heeft gestaan. Hauksson Elgarvie heette dat, hier in Soest. Dat maakte offsetplaten en chemicaliën voor de drukkerijen. Hè? Dus dat zijn platen die nog belicht moesten worden, zodat er mee gedrukt kon worden. Kranten, tijdschriften. Maar die fabriek, dat was dus een grote fabriek waar zo'n 220 man werkte. Vol continu ploegendienst. Het was een continu proces om die platen te maken van een bandmateriaal. Dat is het bedrijf. Het was een pittig bedrijf. Vrij ruig bedrijf wel, hoor. Eind jaren 70 hebben we het dan over. Ja, ja. Wat was jouw functie in dat bedrijf? Wat deed je daar? Er was een afdeling kwaliteit. Kwaliteitsding, QC noemden we dat. Alles op zijn Engels, want het was een Engels moederbedrijf. Ik was daar in het begin kwaliteitscontroleur, met name van de chemicaliën. Ik kwam er in 1977 werken. En binnen de paar... In die afdeling van de kwaliteitsdienst kwam ik al spoedig achter, heerste nogal een rare cultuur van een afdelingschef die erg intimideerde, mensen tegen elkaar uitspeelde. We hadden er vreselijk te balen van. En het gros van de mensen kon er niet mee overweg. Dus dat betekende dat mensen onder elkaar daarover praten en klaagden. De een nog meer dan de ander. Dat was het merendeel van de groep. Die zijn op een keer toen op een avond zeiden van dit moet zo niet. We gaan er een keer over doorpraten. Toen zijn ze op een avond gaan erover door gaan praten bij een van de mensen thuis. En met z'n man of 10, 12 gezeten. Ze hebben dus op dat moment zelf het heft in handen genomen om er iets aan te gaan doen. Ze hebben niet gewacht tot het heil van boven kwam. Nee. Okay. Het liep onszelf onder elkaar over de schoenen. En we vonden dat we daarover door moesten praten. Hebben we ook gedaan en er bleek veel problemen gedeeld te worden. Er zat een van de werknemers van de QC, zat ook in de OR. En die had ook wel hele grote moeite met die leidinggevende. Die voelde zich toen gesteund door de collega's in al hun klachten. Heeft het voor ze opgenomen. Is naar de directeur gelopen van dit werkt zo niet met deze leidinggevende. Hij is dat in zijn eentje gaan doen. Ja, hij is zelf naar de directeur gestapt. Hij dacht dat hij genoeg positie had. Ja. Hij was een soort sous-chef. En hij zat in de OR. En hij had natuurlijk die vergadering gehad met de mensen bij iemand thuis. En hij dacht, ik bind de kattenbel aan. Nou, dat heeft hij geweten. Want die directeur liet die chef niet vallen. Hij werd ontslagen toen. Dat is een direct gevolg daarvan. Dat is een direct gevolg daarvan. Dus zeg, weet hij werd eruit gekieperd. Er groeide steeds meer verzet. Ook door het ontslag van mijn collega, he, die OR, in de OR zat. Zo'n gevoel van, ja, potverdorie, we moeten wat. En dat moeten we wel samen doen. En medio 1979 waren de OR-verkiezingen. En wil je ook kandidaat staan? Kom even om de tafel zitten bij de ledenvergadering. Toen heb ik me ook kandidaat gesteld, samen met een club andere mensen. En dat was de eerste stap naar een actieve Hans Huubrechtse? Ja, dat was de eerste stap. Wat heel veel ondernemingsraden dan doen, is op cursus gaan. Nou, dat werd een bijzondere cursus voor jullie. Nou, dat kun je wel zeggen. Want daar kwam eigenlijk alles bij elkaar, hè. En wat er deze ondernemers had allemaal, de individuele leden al overkomen was aan intimidaties en wat ze voor de kiezer hadden gekregen. Ontslag van een OR-lid. Dus eigenlijk hadden we het gevoel van, ja, we moeten echt even grondig doorpraten. Want er zaten nieuwe mensen bij, het waren lang niet allemaal FNV-leden. Ik denk er een stuk of 6 FNV-leden van de 9. 1 CNV'er en nog een paar ongeorganiseerde. Dus dat betekende veel doorpraten wat we allemaal hadden meegemaakt. En... toen bleek dat een groot deel van de ervaringen wel gedeeld werden door de mensen, de OR-leden. Je was als vakbondslid in de ondernemingsraad. Ja. En ik herinner mij uit de jaren 80, dat 70-80, dat de industriebond NVV was het, tot eind jaren 70 geloof ik. Die hadden het initiatief genomen wat zij noemden tot bedrijvenwerk. Ja, dat was bedrijfsledengroepen. Bestond dat al? Rolde je daar zo in? Of vertel daar eens wat meer over. Dat was ook net bij ons begonnen. Omdat we daar toch wel een aantal mensen hadden die wat wilden, zeg maar.
En er was een vakbondsbestuurder langsgekomen. Ik denk, daar kan wel wat. Dus daar was een BOG opgezet. Is die WOR, hè, die we net nieuw in handen hadden, is dat genoeg? Nou, eigenlijk was het stellen van die vraag al het antwoord te geven. Want we waren er al achter dat ons dat niet lukte. Want er was een OR voor secretaris ontslagen. En er was een veiligheidsbesluit waar geen instemming aan gegeven was, toch doorgedrukt. Mm-hmm. Dus met ontslagdreiging erbij. Ja, dus zwaaien met de worden was niet genoeg. Nee. Nee. Eigenlijk, zo doorpratend, kwamen we tot de conclusie, gezamenlijk, hè, van dat niet genoeg was, dat we wat anders nodig hadden. En het enige andere waar je dan op uitkomt, is dan toch een stukje macht ernaast zetten. Mm-hmm. Die macht van de wet is niet genoeg. Mm-hmm. Dus je zult een ander stukje macht nodig hebben om weerwoord te bieden aan die directiemacht, die heel erg top-down was daar. Ja, hoe kunnen we macht ontwikkelen? Dat is toch samen met de achterban. Dat besef kwam dat besef, vrij makkelijk. Ja, ja, als je over macht hebt, dat betekent toch dat je de hele club erbij moet betrekken. Dat je het niet als alleen maar zo werken, want die heeft alleen maar de woord. Nou, er loopt daar ook nog een vakbondsbestuurder rond. Die kan als het moet ook zijn mond opentrekken. Was dat niet de machtsfactor die je nodig had in dit verband? Nou, dat werkte bij dat bedrijf op dat moment niet. De vakbondsbestuurder was in onze ervaring iemand die af en toe een afspraak regelde. Als we het over macht hebben, dan hebben we het over de steun van de mensen gewoon in de breedte. Dat is iets, een factor macht. Mm-hmm. Als zij iets niet willen, dan wordt de directie bang dat er iets ergers gaat gebeuren. Dat ze de productie stil gaan leggen, bij wijze van spreken. Of die steun wilden we hebben, mm-hmm, van de mensen. Mm-hmm. Alleen dan worden we wat. Nou, we zeiden van, dan moeten we gelijk een eerste stap maken. Eerste stap maken in de zin van, dan moeten we een onderwerp hebben waar we dat op kunnen toespitsen. Er speelt natuurlijk van alles tegelijk in zo'n bedrijf, maar je moet wel een keuze maken. Iets wat breed leeft en waar ook samen gevoel van is, ja, hier moet wat mee. Dat thema moet je er dan uitpakken, dat moet je tot speerpunt maken. En daarvan zeggen van, nou, daar gaan we met de mensen over in debat. Maar dan moet je ook proberen iedereen te vangen, zoveel mogelijk. Nou was er bij Houtzoen heel wat aan de hand, dus ik kan me ook voorstellen dat je wel 10 speerpunten bepaalt. En dat is niet de bedoeling. Nee. Bij Houston hebben we dus gekozen iets wat toevallig langskwam. Dat was daar de pensioenkwestie. De mensen moesten veel meer pensioenpremie gaan betalen. Dat speelde op dat moment. De directie wilde het op dat moment terugleggen. Dus dat hebben we beetgepakt. Dat is een actuele kwestie op dat moment. Het scheelde mensen meer dan 100 gulden in de portemonnee per maand. Dan ga je de mensen bij elkaar halen. Want ze moeten zowel van jou zien waar je staat, als onderling ook zien of ze wat hun positie is, of ze dat durven steunen. En je loopt dus niet zomaar naar de directie toe en gaat namens de mensen onderhandelen en dat is de verkeerde volgorde. Ja. Nee, jij moet eerst met de mensen om tafel. Dat is het punt. Samen met hen, dat is misschien dan wel het vierde punt, hè, dat je ook heel goed luistert naar wat mensen zeggen. En ze betrekt van, ja, wat gaan we dan doen, jongens en meisjes? Gaan we dit samen aan? En als we... Die kwestie hebben we beetgepakt en gezegd van, dan moeten we daar wat mee doen. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan, afgesproken binnen de cursus nog. We gaan een bijeenkomst bijleggen, want we moeten de mensen betrekken. Maar dan moeten we ook onze nek durven uitsteken. We leggen een personeelsbijeenkomst voor alle werknemers, voor de ploegendiensten in een paar sessies. En we nodigen ze uit, zeggen wat er aan de hand is. We rekenen het ze voor, hoeveel het ze kost. En we zeggen ook wat de OR van vindt, namelijk afschieten die hap. Oké, dus je bent de achterban gaan benaderen. Ja. Met wat we tegenwoordig noemen een issue. Hè? Dat is breed gedragen, diep gevoeld, et cetera. Dat was in dit geval dat mensen gewoon een stuk pensioenpremie moesten gaan betalen, wat ze veel geld kostte. Ja. Vergaderingen met het personeel. Het voltallige personeel werd gevraagd voor vergaderingen. Dat was, en dat hadden we dus nog nooit gedaan daar, hè, bij dat bedrijf, een waanzinnig succes. Want ik was op dat moment tot voorzitter gekozen. Ik zie me nog voor die kantine staan. Die kantine stroomde helemaal vol. En de leidinggevende vriendjes van de directie zagen we langs de deuren buitenom lopen.
van die liepen te loeren, hoeveel zit het er en wat is de stemming. We hebben het de mensen nogmaals uitgelegd en aan het eind gevraagd van, en zijn jullie met de OER eens dat dit, deze maatregel van tafel moet? Nou, dat is een gevoel van macht, Jan, als je dan al die handen omhoog ziet gaan. Voor ons was er een gevoel van macht van wat daar gebeurde en emotie ook. Maar ook van die mensen onder elkaar, want die zaten ook naar elkaar te kijken. He, de eerste die zijn vinger opsteekt, zijn hand opsteekt, die heeft het gevoel dat hij zijn nek uitsteekt. En die zit gelijk om zich heen te kijken en dan gaan al die handen omhoog. Dan weten ze wel, we staan sterk. Ja. Dat is het gevoel wat er dan ontstaat. Vertaal dat eens naar het heden, Hans, als je wilt. Ja. Want we zitten nu natuurlijk vele jaren verder. Het vakbondswerk is niet veranderd. Sorry dat ik je onderbreek. Het vakbondswerk is in die zin niet zoveel veranderd. Nog steeds is dit de manier om op te bouwen. En we willen vakbondswerk opbouwen in bedrijven. Dat noemen we tegenwoordig activerend vakbondswerk. Nog heb je toch even het leven moeilijk maken. Ja, jij zegt het vakbondswerk is niet veranderd. In de tijd dat jij bij Houson werkte, waren jullie net bezig een bedrijfsledengroep van de grond te trekken. Ja. Die is er toen ook gekomen. Dat was ook in de tijd dat de vakbeweging heel nadrukkelijk de aanwezigheid en de zichtbaarheid op de werkvloer belangrijk vond. Een fundament onder het vakbondswerk legde door wat men toen noemde bond in bedrijf, het bedrijvenwerk, ze hadden er allerlei mooie namen voor. De afgelopen 20 jaar is dat vakbondsbedrijvenwerk behoorlijk in de versukkeling geraakt. We hebben een periode doorgemaakt van een vakbond die vooral hoog in de top als zaakwaarnemer opereerde en we proberen nu weer een beetje terug te gaan met wat jij noemt activerend vakbondswerk. Is dat niet een stuk moeilijker dan 20 jaar geleden om weer dat geheugen op te frissen? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet hoor. Want als ik me realiseer, want het is net alsof er dan in die situatie, hè, in die begin jaren 80, zo'n ontzettend zware push vanuit de bond was om dat vakbondswerk op te bouwen. Dat werd wel beleden en er werden wel vakbondskadergroepen opgericht. Maar je moest het wel zelf doen. Bovendien, de vakbondsbestuurders waren absoluut niet gewend toen om daarmee te werken. Mm-hmm. Dat is nu beter. Dus dat, we moesten het echt zelf doen dan. Dus en mensen hadden ook nog helemaal geen beeld van wat ermee kon. Dus, en dat hebben mensen tegenwoordig toch ook niet in een bedrijf. Of er moet al een vakbondshistorie in een bedrijf zijn. Dus dat is niet zo, ik vind dat niet fundamenteel anders eerlijk gezegd. Er was nog wel eens wat concurrentie tussen die twee in een aantal bedrijven. Van wie is hier de baas, wie heeft het voor het zeggen, is dat iets des OR's of is dat des vakbonds? Dat speelt misschien vandaag de dag ook nog her en der. En hebben jullie daar leerpunten te bieden? Ja, we hebben getracht dat te voorkomen. Want die vakbondskadergroep die was in opbouw bij ons. We hebben dus toen we dachten van ja, in die cursus moeten we alles op een rij zetten en proberen tot acties te komen, hebben gelijk die mensen van de kadergroep erbij betrokken. Uh-huh. De kadergroepvoorzitter, BLG-voorzitter noemden we het dan, en nog iemand eruit die heel actief was. Die hebben we meegenomen in de cursus. Die hebben we voluit meegedaan in die hele discussie. En het waren dus gezamenlijke besluiten geworden. Dat je tussen OR en vakbond goed kunt schakelen. Je moet samen dezelfde visie hebben, hetzelfde plan van aanpak, maar ieder in zijn eigen rol, zou ik zeggen. Dat je nou, wel de faciliteiten van de OR goed kunt gebruiken, maar ook de onderhandelingskracht van de vakbond. Dat zijn belangrijke elementen. Samen optrekken. Samen optrekken, absoluut. Weten van elkaar wat je doet. Ja, dus niet langs elkaar heen en ook niet, helemaal niet tegen elkaar in. Nee, absoluut niet. Maak je soms nog wel eens mee namelijk. Ja, en ook, dat moet je toch ook doen als de OR niet allemaal FNV'ers of vakbondsleden zijn. Zoals dat in het begin was dat bij ons ook niet zo. Ze hadden er een paar ongeorganiseerden bij. Maar omdat we het heel grondig van tevoren hadden doorgesproken, kwam dat goed. Betekent dat ook die OR in wezen deel was van het activerende werk? Ja. En bij Houson ging het in het begin vooral via de OR. Okay. En de BLG deed daarin mee.
naadloos. Juist. Later werden die rollen wat even wichtiger verdeeld. We zijn erachter gekomen dat alleen via de WOR of via rechtszaken, dat is onvoldoende. Wij hebben het altijd een beetje allebei gedaan. Soms, als het beter uitkwam, een rechtszaak. Maar wij steunden altijd, het ging altijd parallel met actie op de met de mensen samen. De pensioenkwestie is bijvoorbeeld pas een jaar later opgelast, na veel rechtszaken, hoger beroep en zo, bij een volgende actie waar die over iets totaal anders ging. En de directie bleef ermee in zijn maag zitten, ook met de acties toen. En die hebben dat toen en passant ook maar geregeld ten voordele van de mensen. Ja. Ja. Wat heel belangrijk is, is voortdurend contact houden met mensen. Voortdurend, dat is niet misschien iedere uur of iedere dag, maar wel proberen bijna wekelijks gewoon even gesprekken te voeren met links en rechts met de mensen. Daar kunnen kaderleden verdelen of OR-leden. Ik deed dat als BOG-voorzitter. Ging gewoon regelmatig het koffiehok in en ging ik even vragen van, hey jongens, ik hoor dat dit speelt en wat vinden jullie ervan? Ik vind er dit van. Dan ging de discussie met elkaar aan. Wat ben je nu aan het zoeken? Waar je ook uit ziet dat het, waar we met personeel op tafel zitten. Ja. Of tenminste een ploeg uit het personeel. Dan zie je een beetje, ja, dat ziet er gewoon uit als een groep mensen die gewoon zitten te vergaderen. Even kijken, hier zie je dat. Is dat in de kantine of zo? Dat is bij ons in de kantine. Ja. Kleinere groep. Ja. Maar als we een personeelsvergadering hielden, zeker om meningen op te halen, dan is het handiger vaak om in kleinere groepen te praten. Oké, okay, dat deden jullie in meer groepen? Ja, ja, dat deden we gewoon per eenheid. Dit is ploeg 4, productieploeg 4. Ik zie hier de ploegleider zitten, er zit nog eentje van de kwaliteitscontrole bij. Mm-hmm. Die kwam ook nog aanschuiven. Hier zit die jongens van ploeg 4, hier zit de voorman van ploeg 4. Ik ken zijn kruin nog. Ja, ja, ja. Ja. Was trouwens een goed kader. En was dit in de tijd van een van de acties of was dit gewoon tussentijds achterbankcontact? Dit is tussentijds achterbankcontact. Maar met al die social media hoeft dat toch niet meer tegenwoordig? Jan, het gaat erom dat mensen samen in een gemoedelijke sfeer binnen hun ploeg de veiligheid ervaren om dat gesprek te voeren. Social media zijn niet geschikt voor dat soort gevoeligheden, want dit zijn wel gevoelige dingen. Mensen moeten hun mond open durven doen en ze moeten weten wie er meekijkt, meeluistert, meepraat en wie dat niet doet. En ze willen ook gelijk van hun collega's horen hoe die erin staan. Bovendien, daarmee weet je nog niet per definitie wat die ene voorman, die voor jou zo belangrijk is, die een beetje de leidende figuur is in een ploeg, wat die ervan denkt. Is het jullie gelukt om leidinggevende te betrekken? Is dat een belangrijk onderdeel van het druk zetten op? Ja, dat is wel gelukt. Steeds verder. Niet met iedereen hoor, maar met name het middenkader. Dat lukte op enig moment aardig. Jullie hebben dus de nodige ervaring opgedaan met wat we tegenwoordig activerend vakbondswerk noemen. Als je dit etiket gebruikt, dan zou je verwachten dat er dus ook een vorm van vakbondswerk is die je niet activerend zou noemen. Ja. Probeer dat eens een beetje te duiden. Ja, want dat is natuurlijk ook veel gebeurd en nog steeds, is dat je bijvoorbeeld een vakbondsbestuurder of een paar kaderleden met een paar onderwerpen voorbereiden en dat in gesprek met de directie brengen. Eigenlijk ga je dan langs de mensen heen voor ze praten. Dat is ook wel genoemd het zaakwaarnemerschap. Als je dat steeds zo bedrijft, dan weten we mensen eigenlijk in zo'n onderneming helemaal niet meer van hoe creëren we nu nog wel macht. Ze denken dat dat de manier, dat dat vakbondswerk is. Het wordt wel voor ons geregeld. Het wordt geregeld voor ons. En zolang de directie iets accepteert wat dat betreft, dan gaat dat goed. Maar komt er een andere directeur die er anders tegenaan kijkt? Of heb je een ander soort bedrijf, zoals wij hadden? Mm-hmm. He, zo'n top-down bedrijf. Dan kun je het schudden. Ja. Dan krijg je geen niks van elkaar. Ja. En dan krijg je een bond die geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. Ik denk niet te gauw dat het niet kan. Want je ziet. Je ziet mensen vanzelf. Als je mensen er zo bij betrekt. En het eigenlijk tot hun onderwerp en hun actie maakt. Zie je mensen zelf ook veranderen. En dan ga je erachter komen na een paar jaar. Als je zo dit gewerkt
zo ermee gewerkt heb, geactiveerd heb, dat mensen ook een verwachting krijgen naar die kadergroep en naar de OR. Van, hé, we gaan toch wel even om de tafel. En op een zeker moment gingen ze zover dat mensen zelf ook op hun schaal de actie gingen voeren. Ik herinner me nog van de chemieafdeling, die onder elkaar geregeld hadden van een of andere, moesten ze iets produceren wat ontzettend stonk en goor was. Dat ze dat onder elkaar hadden afgesproken van, dat doen we dus niet meer. En naar hun chef zeiden van, dat doen ze niet meer, dat bekijk je maar. Dus dat was eigenlijk een soort actie van de mensen zelf. Zo, ze hadden geleerd van hoe ze dat doen moesten. En ze hadden ook het gevoel gekregen dat dat kon zo. En ze durfden het toen ook. Dus dat is wel heel mooi. Als ik het allemaal zo hoor, dan hebben jullie een hele hoop geleerd in al die jaren bij Houson. Is het nog gelukt om die ervaringen ook bij anderen toe te passen? Oh, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ik kan me bijvoorbeeld heugen dat ik in die begin jaren 80 gevraagd werd door de vakbondsbestuurder, toen we een goede relatie hadden, van Hans, ik heb daar in Amersfoort een klein metaalbedrijfje met een kleine OR en ik heb er geen tijd voor. Ze zitten vast, kun je ze helpen? Kun jij er wat in doen? Nou, ik ben met die jongens om tafel gaan zitten. De OR'tje van 3 man, dat is een bedrijf van 35, 40 mensen volgens mij, metaalbedrijf. En met ze om tafel gezeten, ze werden ook gewoon, de directie liet hen links liggen. En van wat speelt er nu? Wat zijn de gevoelens? En het ging daar toevallig net over. Nou, het bedrijf maakt best winst. Maar we hebben, wat er met die winst gebeurt, dat is diep duister. En waarom krijgen wij daar niet een stukje van? Wij werken hier toch ook hard voor. Ik zeg, lerend, hè? Wat we hier bij deze fabriek bij Houson gedaan hebben. Ik zeg, jongens, als dat gevoel er al is, die discussie onder de mensen, zou ik dat beetpakken, maar dan moet je het wel organiseren. Dus wat let je om de mensen uit te nodigen, aansluitend aan werktijd, en te zeggen als OR, jongens, wij denken dat we het daarover hebben moeten, over die winstuitkering naar het personeel. Vinden jullie dat ook? En wat zijn jullie gevoelens daarbij? En wat willen jullie? Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben een mededeling op bord gehouden. Personeelsbijeenkomst, dan en dan naar werktijd, een paar dagen verderop. En dat was gelijk al bal natuurlijk, toen ze dat ophingen. En dat leverde gelijk al een sfeer van verwachting op bij de mensen, bij het personeel. Een sfeer van enige angst bij de directie. Je ziet dat de posities ingenomen worden en je merkte gelijk dat die mensen waren het daar voluit over eens. Die riepen actie en staken en zo, daar ging het natuurlijk helemaal niet over. Maar die mensen spraken zich wel uit, wij willen ook gewoon een stuk van de koek hebben. En dat is ze toen gelukt. En ik heb ze later gesproken en die zeiden, nou, je bedankt, dat werkt als een tierenlier.